Kijk eens, vandaag een wedstrijd. De wedstrijd op de Lek, georganiseerd door Scouting Krimpen aan de Lek. 15 fletten en 10 grote schepen die gaan strijden om een heel belangrijke bokaal. Vandaag mogen we mee op een van die schepen, een van die grote schepen, de Zeldenrust. 15 mannen en 1 vrouw zijn het hele jaar door enthousiast in de weer. Ja, met iets wat hun passie is, wat hun raakt. We gaan vragen aan hen en allemaal moeilijke woorden horen. Zoals dat aan boord van een schip gaat. En met allemaal andere termen. En ja, en zij gaan natuurlijk proberen te winnen. We gaan kijken of ze dat lukt. Gaat u mee? Lekker gegeten bij de scouting en we starten om 1 uur. Tussen 1 en 1:15. Hè, voor de grote schepen is het niet te doen om allemaal tegelijk te starten. Dus dan hebben ze een startraam. En dat is tussen 1 en 1:15. 1:05 gaat er een 5 minuten zijn. Dus dan liggen we zo'n beetje bij de startlijn en dan gaat het feest beginnen. De indeling vandaag aan boord is PJ bij de tuiglier. Arwin van der Waal, het voordek, de fok. Willy van der Ree doet de bullentalie als dat nodig is. Aad, de bakstagen. En waar je maar nodig bent, want dat is niet de hele wedstrijd nodig. Maar een handje erbij is natuurlijk ook goed. Willem Jongsleger, bakboordzwaard. En Hans Groene doet het stuurboordzwaard. En dan neem ik zelf het roer in de handen. Als schipper zijnde. Hè? Jij gaat daar ook uitleggen wat al die moeilijke woorden betekenen? Ja, okay. Dat kunnen we in detail nog wel eventjes filmen. Ja. Dan lopen we het schip nog even langs. Ja. Tijdens de wedstrijd heb ik niet zoveel tijd om allerlei verhalen te vertellen. Nee. Okay. Maar indien mogelijk, dan sta ik je te woord. Okay. Nou, we gaan er een veilige en een fijne wedstrijd van maken. Het gaat natuurlijk om de eerste plaats, maar dat is niet het allerbelangrijkste. Het gaat erom dat we het schip laten zien. Het schip van bijna 100 jaar oud. En dat we een plezierige tocht hebben. En het is sowieso een prachtig plaatje op de Lek. Nou, dan gaan we starten. Oké. Okay. Vooruit. Achteruit. Wij doen vandaag mee met een wedstrijd voor gafgelgetuigde zeilschepen. Dat is begonnen 3 jaar geleden. Toen bestond de scouting in Krimpen aan de Lek 50 jaar. En toen hadden ze een onderlinge wedstrijd tussen allerlei scoutinggroepen hier in de buurt en zeekadetten. En daar mochten ook grotere schepen meedoen. En dat is eigenlijk al 3 jaar het geval. Dat is een jaarlijks terugkerend gebeuren. En wij doen er graag aan mee, want we laten heel graag dit schip zien. En een eindje zeilen is natuurlijk ook heerlijk. Nou, hier
aan de linkerkant van mij, voor jou aan de rechterkant, ligt het C-kadettenkorps uit Gouda. Het moederschip en ook kleine bootjes die meedoen met de wedstrijd. Deze padvinderscheepjes die zijn officieel om 10 voor 1 gestart. Maar omdat er weinig wind is en de stroom ze achteruit gedreven heeft, zijn ze nog heel ver van de startlijn. Dus die moeten eerst nog een tijdje roeien en zeilen om te gaan starten en dan begint de wedstrijd pas. Ja mannen, staat iedereen op scherp. We zijn gestart. Zit hij op de boei? Waar zit die boei nou? Oh. Groot zeil uit en Willy. Yes. En daar gaat hij. Ik zei hem gewoon precies voor de wind. Arwin, een beetje uithouden nog proberen. Ja.
Wij sturen dit schip met een helmstok en een aangehangen roer dat heel groot roerblad. Want om zo'n schip van 45 ton te besturen heb je gewoon wat nodig. En dit tonnetje is karakteristiek voor dit soort schepen, hè, om goed vast te kunnen houden. En een mooie versiering. Dat geldt ook voor de klik. Die zit achter op het roer. Dat is vaak een teken van de familie. En daar wordt ook heel veel aandacht aan besteed. Met glasverf, met goudverf. En ieder schip heeft een andere tekening. Dit is een lauwertak, lauwerkrans. En nou gaan we weer even concentreren op de wedstrijd, hoor. Van de 10 grote schepen die meedoen, liggen we helemaal niet slecht. Want je ziet het, 1, 2, 3, 4, er liggen er nog 5 achter ons. Dus we zitten zo'n beetje midden in het veld. Maar we gaan toch ons best doen voor de eerste plaats natuurlijk. Vertel ik gelijk even iets over de vlagvoering. Bij wedstrijden kun je op 2 manieren zien dat een zeilschip meedoet aan een wedstrijd. Het vlaggetje aan het eind van de giek laat dat zien. Dat is een oranje puntvlaggetje. En we mogen dan geen Nederlandse vlag voeren. En nou moet ik zeggen, die Nederlandse vlag, dat is... Veel schepen voeren al geen Nederlandse vlag meer. Want de vlagetiketten in Nederland in de scheepvaart, dat is ver te zoeken. Ja, ik zie de keerboei al, dus die moeten we ronden. Maar omdat we voor de wind varen en voor de wind moeten draaien, dat noemen we grijpen, dan gaat er een kat in het zeil en de gaffel gaat naar beneden. Dat we het zeil heel klein maken, dan moet de giek naar binnen. Straks zul je het allemaal wel zien. En dan gaan we het zeil naar de andere kant toe brengen. Dat is in het algemeen een hele moeilijke manoeuvre. Maar nu staat er niet veel wind, dus dat moet lukken. Hè? Nou, ik doe het met windkracht 4. Zie je, ik kan hem leggen hier neer. Die meeschuiven, hè? Nee? Kort bijhouden. Ja. Bakstaf erin. Even in zijn werk. Spal erop.
Zwaar erin, ja. Hou maar. Nee, iets te ver is het nu. Thank you.
wel, Dick, een geweldige dag op de Zelderust. Maar wat, ja, je moet er veel in investeren. Je moet het hele jaar door moet je er hard aan werken aan deze boot met heel veel mensen. Maar wat levert het je nou op? Tussen je oren bedoel ik. Hè? Wat doet jou dat nou als je nou zo'n hele dag onderweg bent? Ja. Ik heb vanmorgen al gezegd dat ik het belangrijk vind om dit schip voor het nageslacht te bewaren. Dat is een heel hoog doel. Ja. Daar werken we als vrijwilligers heel hard aan. Ja. Maar we hebben er ook heel veel lol aan. Dus de tijd die je investeert, die komt dubbel en dwars terug aan de lol van het varen en het bezig zijn met dit schip. Wel, kijkers, vandaag zijn we uitgenodigd door de bemanning van de Zelderust. En we hebben een geweldige dag gehad. En u heeft vast een leuke reportage gezien. Maar mocht uw organisatie, uw vereniging ook zo'n dag hebben, een leuk idee, mail ons in ieder geval naar tv@vrolijk.nl. En wie weet komen we ook bij u langs. Graag tot de volgende keer.